Goedemiddag allemaal, goedemiddag. U allemaal hier in de zaal en ook alle mensen die online via de livestream deze presentatie volgen. Hartelijk welkom bij de presentatie van het kersverse adviesrapport, nieuwe rapport van de Raad van Cultuur. Heel fijn dat jullie er allemaal zijn. We hebben een mooi programma, vol programma voor jullie. We beginnen natuurlijk zometeen met het uiteenzetten van de belangrijkste punten uit het advies. Christel Balen, de voorzitter van de Raad van Cultuur, zal vooral uitleggen wat het advies inhoudt en waarom het zo bedacht is. En daarna gaan we wat dieper daarop in met wat we noemen het prototype. En dat wil eigenlijk zoveel zeggen als hoe gaat het nou in zijn werk? Hoe gaan die plannen nou concreet uitgewerkt worden? Dat bespreken we samen met Christel Balen en met raadslid Wilbert Mutsaerts. Dat is de kop. Dan is er daarna kort tijd om vanuit de zaal een paar eerste reacties op te halen. Wellicht een paar vragen. En dan hebben we de eerste culturele act, want we zijn natuurlijk bij elkaar vanwege de cultuur. Dus dat kan ook niet zonder cultureel intermezzo. Dat wordt verzorgd door Maxime Dreesen, jong talent. Ook verbonden aan talentontwikkelprogramma Plan Brabant. En hier de Verkadefabriek, die daar onderdeel van uitmaakt. Dan daarna gaan we de reacties ophalen uit het veld. Want het advies is natuurlijk bedoeld voor de culturele wereld. Maar het is ook vooral tot stand gekomen in samenwerking met de culturele wereld. En afgevaardigden uit de hele sector, 7 afgevaardigden ook vanuit de overheden, die komen op het podium in 2 rondes panelgesprekken. En dan wordt het inventariseren van de eerste reacties en reflecties op het rapport. En dan eindigen we natuurlijk weer met een culturele act en geweldige dansvoorstelling. Voorstelling is misschien een groot woord. Een deel uit een voorstelling van de Breaking Cruel Cipher Active van Arjuna Vermeulen. Dat is het programma. We kunnen ons voorstellen dat er veel behoefte is aan reageren, vragen stellen. Daar is helaas in deze setting weinig gelegenheid voor. Door hoe we het programma hebben bedacht. Maar de aanmoediging is wel om vooral wel je reactie en je vragen te laten weten. En daar ook online mensen. Daar is een speciaal mailadres voor geopend. En dat is nieuwbestel@cultuur.nl. Dus reageer daar vooral op. En er wordt geprobeerd om daar zo snel mogelijk op te antwoorden. Het adviesrapport heet Toegang tot cultuur. Ik ben heel benieuwd. Even een kort eerste rondje ophalen bij de zaal. Wat jullie verstaan onder toegang tot cultuur. We gaan straks horen natuurlijk wat de Raad daaronder verstaat. Maar mag ik even een eerste idee. Wat betekent voor u toegang tot cultuur? Waar denkt u dan aan? Dat het heel breed toegankelijk is voor heel de Nederlandse bevolking. Dat, ja. Nog andere dingen? Nee, dat was het eerste wat in me opkwam. Oké. Breed toegankelijk voor de Nederlandse bevolking. Toegang tot cultuur, waar denkt u aan? Ja, dat iedereen, ongeacht waar die woont, toegang heeft tot cultuur. Ja. Tot verschillende vormen. En waar woont u? Ik woon in Gelderland. En is daar voldoende cultuur? Dat kan beter. Dat kan beter. Oké, dus u hoopt op meer cultuur in de regio Gelderland. Ja. U, wat is uw gedachte bij toegang tot cultuur? Nou, ik denk ook dat cultuur betaalbaar is voor iedereen. Dus ook op die manier toegankelijk is voor iedereen. Ja. Niet voor alleen voor de elite. Maar breed toegankelijk. Ja. even hier reactie. Toegang tot cultuur, wat denkt u aan? Poeh, nou, er is al denk ik heel veel gezegd. Maar ik denk dat toegang tot cultuur ook kan slaan op toegang tot werken in de sector, veiligheid in de sector. En voor alles en iedereen in Nederland. Ja, dit is heel breed. Heeft u daar nog een ander idee bij wat u nog niet gehoord heeft? Dat u zegt, dat hoop ik ook dat ze aan gedacht hebben bij de Raad. Ik denk ook, het gaat erom dat je de drempels verlaagt. Ik werk in een museum en ik denk dat het ook belangrijk is dat je kijkt dat ook mensen zijn die denken, het museum is niet voor mij. Hoe kan ik andere mensen nog die cultuur ook nou juist naar die mensen toe brengen? Ja, welk museum werkt u? Museum de Fundatie. Oké, jullie doen het al heel goed, toch? Kan volgens beter. Mij. Kan beter. Zijn kan altijd ook beter. Ja, zijn daar ideeën over al? Op welke manier zijn jullie daarmee bezig? We kijken naar mogelijkheden om dus aan meer participatie te doen en ook de wijk in te gaan met bestaande initiatieven samen te werken. Ik denk samenwerking is de sleutel daarvoor. Oké, dus u hoopt dat u daar iets over in het advies staat? Ja. Ja.
hier nog even. Toegang tot cultuur? Ja, we leven in een kleurrijk land. Ik hoop dat het toegang tot cultuur betekent dat mensen iets vinden wat dat representeert. Om, als maker of als publiek. Oké. Uw reactie? Ja, ik hoop toch ook wel op internationaal toegankelijke cultuur en vice versa. Dat ja? we niet een eiland zijn, maar dat we verbonden zijn met de hele wereld. Is dat nog niet het geval? Of te weinig volgens u? Nou, dat u? Kan altijd beter, denk ik. Ja. Oké. Een heleboel punten hebben we hier gehoord. De Raad is, als ik me goed heb laten vertellen, zo'n 3 jaar bezig geweest om het advies doorwrocht in elkaar te zetten. We gaan zo meteen luisteren naar het verhaal van Christel. We hebben eerst nog even een korte video voor jullie. Cultuur is het fundament en het cement van onze maatschappij. Cultuur maakt wie je bent als mens. Kunst doet een beroep op onze verbeeldingskracht. Cultuur is belangrijk omdat dat iets is wat wij als mensen allemaal bezitten en hebben. En het helpt ons ook verplaatsen in een ander. Eigenlijk vind ik dat iedereen in Nederland toegang zou moeten hebben tot cultuur. Toegang tot cultuur betekent voor mij dat cultuur bereikbaar is voor iedereen. Wat ik belangrijk vind is dat er oog is voor meerdere vormen van toegang. Dat er een stelsel komt dat alle kleuren die er zijn naast elkaar laten staan. Dat er meer gelijkheid is. Er is ruimte voor dat wat jij doet, in welke vorm je het ook maar doet. En iets vinden wat voor hen belangrijk is. Voor jou, voor mij en voor iedereen. En we zijn ervan overtuigd dat als dit gerealiseerd wordt, dat cultuur veel toegankelijker gaat worden in Nederland. Wat staat er dan in het advies? We gaan het horen van de voorzitter van de Raad van Cultuur, Christel Balen. Zo, daar zijn we dan. Nou, namens mezelf en alle raadsleden heet ik jullie ook van harte welkom. En het is heel fijn dat jullie er allemaal zijn. We gaan jullie vandaag meer vertellen over het advies dat wij gaan uitbrengen. En ik realiseer me terdege dat we dit advies op een bijzonder moment presenteren. Op 1 februari sluiten de aanvraagloketten voor de meerjarige subsidieregelingen van het Rijk. Voor 2025, 2028. En velen van jullie zijn daar nog druk mee bezig. Vanochtend kreeg ik al appjes, succes, maar ik kan er niet bij zijn, want ik ben aan het schrijven. De formatie is gaande. De politieke situatie is ongewis. En dat roept vragen en zorgen in de sector op. En het is belangrijk blijvend te laten zien waar cultuur voor staat en wat het betekent in ieders leven. En daar roept de Raad in dit advies ook toe op. Juist nu is het ook belangrijk om de lange lijn voor ogen te houden en verder te kijken dan het morgen en overmorgen. Ons cultuurbestel kent knelpunten en die zijn er al lang. En de Raad legt nu een perspectief neer voor 2029 en verder. Dit advies is op een bijzondere wijze tot stand gekomen. We hebben het veld nadrukkelijk betrokken en van de creativiteit uit de culturele en creatieve sector gebruik gemaakt via design thinking en zogenoemde design teams. Een aantal van hen zitten vandaag ook in de zaal. In totaal hebben zo'n 400 mensen uit de sector meegewerkt of inbreng geleverd. En dat zijn makers in alle leeftijden, artistiek en zakelijk leiders, curatoren, wetenschappers en beleidsmedewerkers. Velen van u kennen mijn hart voor cultuur. En het was voor mij dan ook een persoonlijk feestje om naar al die verhalen te luisteren. Vanaf deze plek dus een groot dankjewel aan iedereen die ons de afgelopen jaren heeft voorzien van ideeën, wensen, visies, observaties en ja hoor, frustraties. Een schat aan inspiratie waar de Raad zijn voordeel mee heeft gegaan. En uit al die input hebben wij een perspectief ontwikkeld. Toegang tot cultuur. Maar ik doe even een stapje terug. Waarom financiert de Rijksoverheid eigenlijk een culturele basisinfrastructuur? Cultuur is zoveel meer dan een product. Iedereen houdt van kunst en cultuur, geniet van muziek, van dans, van lezen, van film. Mensen spelen in fanfares, in theatergezelschappen, amateurgezelschappen. En dat doen ze
los van hun politieke overtuiging. De Rijksoverheid maakt dat mogelijk, mede mogelijk moet ik zeggen, door een culturele basisinfrastructuur te financieren. Dat stelsel is 15 jaar oud. Het heeft heel veel sterke kanten. Het zorgt voor hoge artistieke kwaliteit en voor sterke disciplinaire ecosystemen. Het heeft echter ook onbedoelde neveneffecten. En de combinatie daarvan maakt dat cultuur op dit moment niet voor iedereen in Nederland toegankelijk is. Het maakt uit waar je woont. Of je gemakkelijk naar een voorstelling kunt gaan, een museum kunt bezoeken, je kinderen naar muziekles kunt laten gaan, of als amateurgezelschap samen kunt oefenen. Voor makers maakt het uit waar ze wonen of binnen welke kunstvorm ze werken. Dat bepaalt de kans op subsidie. En dat vinden wij als Raad voor Cultuur een probleem. Met dit advies wil de Raad die toegankelijkheid verbeteren. En niet door hier en daar een kleine interventie, maar door een voorstel voor een vernieuwde inrichting. En wat zijn dan die vier voorgestelde veranderingen? Want daar zit u natuurlijk op te vlassen. Nou, als eerste gelijke kansen voor verschillende kunstvormen en makers. Ik zei het al, ons stelsel is historisch gegroeid. En de financiering vanuit de Rijksoverheid komt nu vooral terecht bij meer traditionele kunstvormen. Denk aan beeldende kunst, letteren, theater, klassieke muziek. En andere delen van het culturele veld en het creatieve veld zijn ondervertegenwoordigd. Ik denk aan, en dat is niet uitputtend, hip-hop, popmuziek, jazz, circustheater, graphic novels, game design, spoken word en zo kan ik nog even doorgaan. Zulke genres moeten zich invechten. En dat is niet zo gek voor een nieuwe kunstvorm. Maar deze vormen zijn niet zo nieuw. Ze zijn ook niet zo jong. Ze passen eenvoudigweg niet zo goed in het stelsel dat wij nu hebben. En dat geldt ook voor werk waarin verschillende kunstvormen worden gecombineerd. Of voor makers die zich op andere manieren organiseren dan waar het stelsel nu voor is ingericht. Denk bijvoorbeeld aan collectieven. Voor al deze ontwikkelingen is in het huidige stelsel minder plek. Het stelsel is daarvoor minder toegankelijk en dat vinden wij jammer, want al die vormen dragen bij aan een veelzijdig aanbod en aan vernieuwing en cultuur voor iedereen. Als tweede verandering bepleiten wij meer aandacht voor cultuur in alle regio's van het land. Het Rijk investeert nu ongeveer 1/3 in culturele voorzieningen en provincies en gemeenten 2/3. Maar wij zien grote regionale verschillen. Het verschilt per gemeente en per regio te veel welke culturele voorzieningen er zijn. Het maakt te veel uit waar je woont, of je talent kunt ontdekken en ontwikkelen, of herkenbare verhalen verteld kunnen worden. En dat heeft met twee zaken te maken. Cultuur is geen wettelijke taak van gemeenten en provincies, waardoor wethouders voor cultuur, hoe bevlogen en betrokken ook, vaak aan het kortste einde trekken als de middelen verdeeld worden. En daarnaast is een van de onbedoelde effecten van het huidige bestel dat rijksmiddelen vooral neerslaan op plekken waar het culturele landschap al sterk is. Die sterkte leidt tot weer betere aanvragen, tot een grotere pijplijn van talent en een grotere aantrekkingskracht op publiek. Waardoor de sterke regio's steeds sterker worden, terwijl op andere plekken de kansen en voorzieningen juist afnemen. Wij bepleiten in ons advies dat er meer aandacht komt voor alle regio's. En niet omdat we vinden dat we overal hetzelfde moeten doen of dat overal hetzelfde te zien zou moeten zijn. Dat kan niet en dat hoeft niet. Maar wel omdat cultuur voor iedereen in Nederland bereikbaar en nabij moet zijn. Een derde verandering is meer mogelijkheden voor educatie, talentontwikkeling en een betere verbinding met het amateurveld. Alle makers, geloof het of niet, waren ooit jong of jonger. En hun passie kreeg de kans doordat ze plekken en mensen hadden waar ze hun creatieve talenten konden ontdekken en ontwikkelen. Die plek kan de school zijn, kan een muziekschool zijn, kan een wijkhuis zijn. In het designproces kwam steeds weer de roep om hubs tevoorschijn. Laagdrempelige plekken waar, ik citeer, je lekker kunt klooien met elkaar. Waar je tips krijgt over financiering, waar materiaal ter beschikking is.
Die plekken zijn op dit moment lang niet voldoende beschikbaar en ook verschillend over het land. Hetzelfde geldt voor talentontwikkeling. In het ene deel van het land, in de ene discipline of voor de ene fase in een culturele loopbaan, zijn er wel plekken om als maker je talent te ontwikkelen en daarin ook begeleiding te krijgen. En in andere zijn die er niet. Verder stellen wij ook voor om de strikte scheiding tussen professionele makers en organisaties en het amateurveld op te heffen. Er groeien makers vanuit het amateurveld door naar een professionele beroepspraktijk. En juist ook in het amateurveld komen nieuwe stijlen en vormen op. Onze vierde voorgestelde verandering is minder administratieve lasten en een overzichtelijk stelsel. De manier waarop de overheid cultuur financiert en de aanvraagprocedures die daarbij horen, vragen nu best veel van makers en culturele organisaties. Laat ik vooropstellen, het is belangrijk dat er goede procedures zijn. Dat zorgt voor een zorgvuldige en eerlijke verdeling van geld. En verantwoording hoort daar ook bij. Daar heb ik niemand over horen klagen. Verantwoording hoort er ook bij. Maar de manier waarop je financiering aan kunt vragen en hoe je moet verantwoorden, staan soms best veraf van de praktijk en van culturele organisaties. En zij spreken ook niet altijd de taal die de overheid gewend is. Dat maakt dat het huidige aanvraagsysteem, wat heel erg gebouwd is op taal, werkt in het voordeel van makers en organisaties die daar al ervaring mee hebben, die daar heel goed in zijn, of die daar mensen voor kunnen inhuren en die dus de overheidstaal spreken. Waarom gaan we ook niet meer werk, ik weet dat het al gebeurt, maar het kan best nog een tandje bij, met pitches, met filmpjes, met kleine voorstellingen om te laten zien wat je idee is, wat je kan. Het stelsel zit ook niet altijd logisch in elkaar voor makers, waardoor makers en culturele organisaties niet zo goed weten bij welk loket ze moeten zijn. En een veelgehoorde klacht: als makers of organisaties financiering krijgen van verschillende overheden, bijvoorbeeld de Rijksoverheid en de gemeente, en dat geldt voor bijna alle organisaties, hebben ze vaak te maken met verschillende regels en eisen. Denk aan het pijljaar voor de begroting. Hoe gaat dan een nieuw stelsel eruit zien? Daar gaan we zo verder op in. Maar ik stip vast kort de belangrijkste punten aan. Wij stellen voor om de taken van Rijk, provincie en gemeente beter af te stemmen en ze ook vast te leggen in de wet. Wij stellen voor om één landelijk cultuurfonds in te richten. En dat fonds gaat over alle rijksfinanciering voor makers en culturele organisaties. Het zou komen in de plaats van 6 rijkscultuurfondsen die er nu zijn, en ook van de subsidies vanuit het ministerie in de zogenaamde kleine BIS. Binnen het landelijk fonds stellen wij voor afdelingen in te richten met provincies als werkgebied en 1 afdeling voor Caribisch Nederland. Als derde stellen wij voor om te werken vanuit een breder begrip van kunst en een breder begrip van kwaliteit. En als laatste meer te variëren in instrumenten en werkwijze voor financiering. Dit was het besteladvies in Vogelvlucht. Zometeen gaan we nader in op de onderdelen. En jij zei het al, we kunnen ons voorstellen dat het advies vragen oproept. En een deel proberen we vandaag hier te beantwoorden, maar deze bijeenkomst is best kort. En het is ook mogelijk, zelfs waarschijnlijk, dat je die vragen pas hebt nadat je het hele rapport hebt gelezen. Daarom hebben we een mailadres geopend op onze site, waar je terecht kunt. Maar nu naar het panel. Dank voor jullie aandacht. Dankjewel, Christel Balen. Neem plaats, want wij gaan er nog even over doorpraten. Misschien ook goed om te weten, want het is een lijvig rapport. Hè? Het ziet er prachtig uit, maar het is meer dan 230 pagina's. Dus dat heb je niet in één klap uit. Voor mensen die toch snel en heel toegankelijk op de hoogte gesteld willen worden. Jullie hebben ook een prachtige brochure uitgegeven. Echt heel fijn, in hele normale Jip en Janneke taal. Dus als je dat doorleest, dan ben je ook al heel goed op de hoogte. En volgens mij zijn er nog totaal platen, ook flyers. Dus er is
zijn vele mogelijkheden om je op de hoogte te stellen van wat het advies inhoudt. Ik ga erbij roepen raadslid Wilbert Mutsaars. Kom naar voren. Wilbert is dus lid van de Raad van Cultuur. Hij was een afgelopen jaren onder meer... pas op. Hij houdt het net heel. Directeur van Spotify en ook, werkte ook bij de publieke omroep. Nu vertegenwoordigt hij eigenlijk de popwereld. Hè, met het muziekagentschap Agents After All. Nou, elke zichzelf respecterende Nederlandse band of artiest is wel wordt vertegenwoordigd door jullie. Dus dat is jouw inbreng. Ja, het prototype. Zo noemen we dit. Dat is eigenlijk de uitwerking van hoe moeten die plannen nou uitgewerkt gaan worden. Waarom noemen jullie het een prototype? Wat zit daarachter? Ja, laat ik eerst beginnen met wat is een prototype? Want dat zullen sommigen weten en anderen niet. Maar een prototype is eigenlijk de eerste versie van het nieuwe bestel. Het is nog niet in beton gegoten, maar... Ja, nee, sorry, dat is mijn werk. Ja. Ja. Het is dus bewust nog niet in beton gegoten, maar de analyse die ik net deelde en de oplossingen zitten er wel in. En het idee achter een prototype is dat je het gebruikt om te testen, om het verder te verfijnen. En wij stellen dus voor om met dit prototype, samen met de sector, net zoals we dat in het voortraject hebben gedaan, om die weg verder te zetten en dus onderdelen daarvan ook al uit te gaan testen. Oké, okay, dus het is niet in beton gegoten. Dat is een belangrijke constatering. Ja. Eerste punt wat je aanstipte is de samenwerking tussen de drie overheden. Provincie, gemeente en Rijk. Ja. Dat moet een nieuwe vorm krijgen. Wat stellen jullie daarbij voor? Wij stellen voor dat die drie overheden een 10-jaar-visie op cultuur gaan ontwikkelen. En wij denken dat dat gaat helpen, zowel bij de overheden zelf, maar ook bij makers en organisaties. Omdat je dan toch je kunt verhouden tot een lange termijn beleid. En dat is geen 10-jaren visie, 3 cijfers achter de komma, maar het is een visie op hoofdlijnen. En wij denken dat daarmee de samenwerking verbeterd kan worden naast de wettelijke taken waar ik het net over had. Ja. En dan die kaderwet, de wet, en dat noemen jullie de kaderwet cultuur. Ja. Waarom is een wet nodig? Als je de wettelijke taken van gemeenten en provincies wil verankeren, heb je een wet nodig. En als je van de huidige 6 Rijkscultuurfondsen en de BIS naar 1 fonds wil, heb je ook een wetswijziging nodig. En soms zijn we pragmatisch, we dachten 2 wetswijzigingen, laat ons een nieuwe kaderwet maken. En wat biedt dat de gemeente? Nou, het voordeel daarvan is dat je, het is nu zo dat als alles wat niet wettelijk verankerd is in een gemeentebegroting, dat komt als het ware achteraan de rij. He, dus het is een sluitpost als een gemeente het financieel moeilijk heeft. Als het een wettelijke taak is, dan moet je die als gemeente uitvoeren. Dus dat zou 1 voordeel zijn, daar kunnen anderen zo meteen nog wat over zeggen. Wat ook belangrijk is, het culturele domein staat niet op zichzelf. Dus het heeft ook raakvlakken met sociale domein, met gezondheidszorg, met economie. En sommige daarvan, die hebben wel een wettelijke taak, dus die hebben ook een budget. En dat maakt dat als je dan tot samenwerking moet komen, dat het toch een soort disbalans is in geld en in onderhandelingspositie. Oké, okay, dus het moet een steviger onderhandelingspositie geven, ook voor de gemeente, dat er niet altijd bezuinigd wordt op die sluitpost cultuur. Wilbert, Christel heeft het gehad over een breder begrip eigenlijk van wat kunst moet zijn en een breder begrip van hoe je naar kwaliteit kijkt. Even dat eerste, een breder begrip van kunst. Je noemde al een paar voorbeelden, maar kun je dat nog iets meer toelichten? Waar denken jullie dan aan? Nou ja, kijk, kunst of cultuur, want in cultuur zit het woord natuurlijk ook al een beetje, is dat de wereld verandert en er zijn heel veel nieuwe vormen van cultuur. Terwijl het bestel nu nog vaak uitgaat van de bestaande, wat langere, traditionele kunstvormen. En dat is ook heel goed en dat gebeurt ook heel goed. Maar tegelijkertijd zijn er ook heel veel nieuwe vormen. En ik hoorde jou er al een paar noemen, dat kan bij wijze van spreken van fanfaren en koren tot fotografie, mode, game design, popmuziek. De lijst is, ik geloof dat we al 15 vormen hadden. En ook vormen die al die dingen weer combineren. Daar zouden wij voor pleiten, dat daar ook meer ruimte voor is. Ook omdat dat een andere aanvraagvorm is en een andere organisatievorm ook vaak betreft.
Ja, en dat daar serieus naar gekeken wordt. Je noemde al een combinatie van die dingen. Onderdeel van het advies is ook dat jullie het interdisciplinair werken van artiesten eigenlijk willen aanmoedigen. Was dat ook een vraag die uit het veld kwam? Ja, zeker. Nou, aanmoedigen, dat is... Ja. Mogelijk maken. Ja, nee, het gebeurt. Ja. En dat is ook heel logisch, want dat laat deze tijd ook zien, met alle mogelijkheden die er zijn. Dus daar willen wij inderdaad meer oog voor hebben. En kijken, en dan niet dat dat nu nog helemaal niet gebeurt, maar ook daar meer ruim baan aan geven, dat het ook makkelijker wordt om daar werk van te maken. Ja, want ik begrijp nu is het vaak nog dat ze binnen een fonds vallen als je aan het een doet of het ander. Maar eigenlijk artistieke gezelschappen die de dingen combineren, die vallen een beetje buiten de boot op dit moment. Niet buiten de boot, denk ik. Want ik denk dat de fondsen die er nu zijn, dat allemaal heel goed doen. Ik denk alleen dat wij breder hebben gekeken en toen hebben bedacht, ook op basis van heel veel input vanuit het veld. Hè, we hebben met 400 mensen minimaal erover gesproken en contact gehad. Is dat... Dat een onomkeerbaar proces is, dat er kunst en cultuur zich anders ontwikkelt, breder ontwikkelt. En dat de maatschappelijke context daar ook richting aan geeft. En daardoor komen wij hierop uit. Juist. Kwaliteit is ook een vrij eng geformuleerde begrip. Dat willen jullie openbreken, hè? Wat is kwaliteit? Wanneer is kunst goed? Hoe beoordeel je dat? Daar willen jullie op een andere manier naar gaan laten kijken. Waar komt die wens uit voort? Nou, kijk, de kwaliteit en kunst wordt nu over het algemeen vastgesteld of beoordeeld door de kunstenaar zelf en de kunstexperts. En dat moeten we ook behouden, want het zit ook in het woord expert. En makers zelf kunnen aangeven wat zij willen maken en hoe men zich wil uiten. Dus daar willen we geen afscheid van nemen, maar wij willen daar graag aan toevoegen dat publiek daar ook in meegewogen kan worden. En de maatschappelijke relevantie van bepaalde vormen van kunst. Dus eigenlijk de context waarin iets plaatsvindt. En context kan bepaalde plekken of bepaalde regio's of bepaalde vormen van kunst verschillen. En daarvoor ziet het huidige bestel maar ten dele in. Ja, bijvoorbeeld als het een sociale functie heeft, en dan kan je dat ook op met die merites, naar die merites kijken. Ja, dat zou kunnen. Ja. Belangrijke stelselwijziging, of belangrijk en ingrijpende, moet ik zeggen, is dat jullie naar één fonds willen. Waar vloeit dat uit voort? Uit welke gedachten? Het één fonds is geen doel, maar een middel. En toen we al die puzzelstukjes bij elkaar hadden gelegd, kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat het meest wenselijk is om dat één fonds onder te brengen. Omdat je dan, je kan daar die regionale aandacht beter in borgen eigenlijk. Ook de aandacht voor Caribisch Nederland. Je kan daar ook dat multi- en interdisciplinaire werken, kan je daar ook beter in borgen. En de scheidslijn of de scheiding die nu een beetje tussen de BIS en de Rijkscultuurfondsen zit, die kan je dan ook opheffen. Wij zeggen ook, en dat punt wil ik hier ook maken, dat betekent niet dat we pleiten voor het verdwijnen van disciplinaire kennis. Want dat is heel belangrijk. En ook de kennis daarover. Dus we weten dat de fondsen in de haarvaten van de sector zitten. Die kennis moet behouden blijven. Ja, want de fondsen, het is niet zo dat de fondsen het niet goed doen. Nee, precies. Daar komt dit niet uit voort. Meer taken voor gemeenten, meer wensen, ja. Meer toegang. Dat betekent meer geld. Zeker. Jullie vragen extra geld. Ja. Wat, hoeveel en waar gaat dat heen? Hoeveel? Ja, ik weet het al, maar ja. Verklap jij het maar. Nou ja, kijk, dat hebben we natuurlijk niet op de euro begroot. Nee. Ja. Wij komen uit op voor wat alle wensen en gedachten die we hebben, dat daar 200 miljoen extra voor nodig zou zijn. Grofweg 100 miljoen. Als het gaat om het omarmen van meerdere kunstvormen en cultuurvormen. En 100 miljoen om mogelijk te maken dat we het goede behouden en het nieuwe omarmen. En dat ook evenwichtig over het hele land kunnen faciliteren.
En dat, ja, hoe je het ook bent of keert, daar heb je geld voor nodig. Precies, wil je niet het oude weggooien en alleen het nieuwe nu financieren. Ja, exact. Het is en-en. Ja. Ja, het advies is nu oud in die open. Jullie zijn natuurlijk super benieuwd naar de reacties. Wat zijn de vervolgstappen? Je hebt net een klein beetje verteld over, vanwege dat prototype. Maar wat zijn nu de eerste stappen die gedaan kunnen worden? Wij bepleiten eigenlijk dat we verder gaan met die methodiek van design thinking consultatie en samen met het veld nu verder uittesten. Dus dat is ook een aanbeveling uit het advies. En wij stellen ons zo voor dat iedereen kennis neemt van het advies, dat uiteraard bespreekt in je eigen omgeving, vragen aan ons richt als je die hebt. En dat je met die bevindingen ook daar het departement deelgenoot van maakt. En dat brengt ons op de volgende vraag, denk ik. Ja. Wat gaan jullie ermee doen? Wat gaan jullie ermee doen? Nou, zullen we dat meteen even voorleggen? Ja. Rakesh, als jij de catchbox haalt, dat is jullie bekend. Kubus met de microfoon erin. Zometeen ook handen voor vragen in de zaal. Je mag hem eerst geven aan Christiane Matthijssen. Ja. Als je wil, Christiane Matthijssen is directeur erfgoed en kunsten van het ministerie van OCMW. En wij zijn natuurlijk wel benieuwd naar een eerste reactie van jullie kant. Dankjewel. Allereerst mag ik allereerst zeggen gefeliciteerd, want dit is best een bevalling, denk ik, van iets waar heel veel tijd in is gaan zitten met heel veel mensen. En hartstikke mooi dat er zoveel mensen hebben meegedacht en voor dit hele belangrijke onderwerp. Dus dat is echt supergoed dat er ligt. Het verschijnt natuurlijk wel op een wat onrustig moment in de politiek. Wij verslijten staatssecretarissen in hoog tempo momenteel. En de huidige staatssecretaris, Fleur Greper, die trouwens hartstikke goed is, maar die is er nog maar een week. Dus het eerste wat wij gaan doen met dit advies is, het is heel goed lezen. Daar hebben we ook even tijd voor nodig, want het is best wel dik. En dan met haar natuurlijk in gesprek, wat kunnen we nu? Maar heel eerlijk gezegd is het denk ik vooral aan een volgend kabinet om hier vervolgstappen op te zetten. En wat mij betreft, als ik dit zo hoor, dan herken ik heel veel van de analyse. En moeten we heel goed nadenken hoe je vervolgstappen zet die en continuïteit bieden, want dat is denk ik ook heel belangrijk, en tegelijkertijd ruimte voor vernieuwing geven. Oké, dankjewel. Christiane Matthijssen. Hou hem nog even bij je in de zaal. Ja. Even tot slot, jullie hopen dat iedereen gaat reageren, maar zijn er dingen waarvan je zegt, eigenlijk kunnen de mensen daar nu al mee beginnen? Heb je daar nog een paar? Jazeker, want wij hebben best al veel goede voorbeelden gezien. Dus op kleinere schaal wordt er al geëxperimenteerd met deze dingen. En wat wij fijn zouden vinden, is dat we daar dan wat meer overzicht en koppeling in krijgen en dat we van elkaar leren. En dan ook zodanig dat je al kunt opschalen, de kinderziektes eruit kunt halen enzovoort. Dus dat zou een hele mooie eerste stap zijn. Dat zou nu al, daar kunnen mensen al mee beginnen. Dat zou nu al kunnen, ja. Oké. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor nu. Jij blijft even zitten voor de vraag in de zaal. Wilbert Mutsaars, geef ze even een applaus. Ja. Ja. En dan hebben we nu even de tijd om een paar eerste reacties uit de zaal te horen. Ik zou zeggen, steek even je hand omhoog als je heel graag iets wil zeggen. En dan komt Rakesh, die gooit de microfoon naar je toe. En dan komt het vast goed. Wie wil een eerste reactie geven? Of een vraag stellen wellicht op wat hij zojuist gehoord heeft? Er is natuurlijk veel informatie achterin. Je moet even de trap op, Rakesh. En als je wil, stel jezelf even kort voor, dat wil zeggen naam en de organisatie waar je van bent. Hoi, dat klinkt een heel hard. Esther Godschalk van Nieuw Geneco, Genootschap Nederlandse Componisten. Gefeliciteerd ook voor dit helder uiteengezette plan. Ik ben nog benieuwd of dit nou een overall visie is op hoe er tussen de verschillende lagen van de overheden aan cultuurbeleid moet worden gedaan. En of dat dit echt uitsluitend is voor wat het Rijk gaat doen. En ik ben buitengewoon benieuwd naar de positie van kunstenaars en makers. Want het heeft ongelooflijk ontbroken de afgelopen decennia aan kunstenaarsbeleid. En dat hoor ik nog niet terug. Dus dat is meteen een zorg. Vanuit de componisten en de kunstenaars uiteraard. Oké. De componisten en de kunstenaars worden zo meteen ook vertegenwoordigd door een van de panelleden. Maar jij kan alvast, misschien eerst de eerste vraag. Hè? Is dit nou echt alleen voor het Rijk of staat hier al in? Ja, nee, dat is een hele goede vraag. Dit gaat alleen over, als het gaat om financiering, gaat dit alleen over rijksfinanciering.
He, dus we moesten het ook afbakenen en wij hebben het afgebakend op rijksfinanciering. Alleen, voor de instellingen en de makers werken die hokjes natuurlijk niet zo. He, want je krijgt financiering uit verschillende bronnen. He, de rijksfinanciering, gemeente, provincies, privaat, noem maar op. Dus wij hebben bewust dit advies ook iets opgerekt. He, daarom dat we ook het nodige zeggen over gemeenten en provincies. En het heeft ons ook wel gestimuleerd om tot het idee gekomen van die provinciale afdeling in dat fonds. Omdat het idee daarachter is dat zo'n provinciale afdeling net wat dichter op de huid van zo'n provincie zit. Beter weet wat er speelt, talent kan scouten en ook kan kijken van, ja, kunnen wij regelingen bedenken die juist goed past bij dit deel van Nederland. Dat is misschien een beetje ook een antwoord op jouw vraag, een klein antwoord hoor, maar de makers zelf, kijk, dit is geen kunstenaarsbeleid, maar dat was ook niet de bedoeling. Wat wij bewust hebben gedaan in al die designteams is ook gezorgd dat er makers in zaten. En van alle disciplines, alle leeftijden, overal waar je woonde, juist om dat makersperspectief van in het begin ook mee te nemen in het ontwerp. En een aantal van de dingen die zijn benoemd, hè, zoals aanvraagprocedures, die regio, ik noemde het al, meerdere kunstvormen, hè, dus dat je niet te smal gaat nadenken over een bestel, die komen allemaal ten goede aan makers. Dus ik weet niet wat je nog zoekt aan specifiek kunstenaarsbeleid. Dat was Peter van de Bruggen, die is zometeen een van de paneleden. Ja. Dankjewel voor je vraag. Handen voor wie graag een vraag wil stellen, dan kan Rakesh de microfoon gooien. Is het helemaal glashelder? Oh ja, hier, aan de hoek. De mevrouw van de directeur van de fundatie, die net pleitte ook voor meer participatie en een laagdrempeliger publiek in de musea. Bedankt. Ja, ik vind dit een heel mooi plan, dus ook dank hiervoor en ook al voor deze presentatie. Ik ben natuurlijk wel benieuwd ook naar de geografische spreiding. Want in de Overijssel is eigenlijk natuurlijk ook een van de witte vlekken op de kaart tot nu toe wat betreft subsidie. Gaan daar meer mogelijkheden komen en op welke manier gaat dat gebeuren? Dus nu is het bijvoorbeeld zo dat maar één museum de voordracht krijgt voor subsidie vanuit het Rijk. Is dat bijvoorbeeld in de toekomst mogelijk dat dat ook meer zijn? Zijn er andere vormen van samenwerking waardoor dan meer subsidie kan komen? Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, wat wij toen bij het ontwerp voor het prototype gingen maken, hebben wij nagedacht over, als je het dus hebt over regio's, wat is dan een regio? En wij hebben geleerd van de cultuurregio's, omdat dat niet wettelijk verankerd was. En dan zie je toch dat dat wat moeilijker werken wordt. Nou, als je staatsrechtelijk naar Nederland kijkt, dan heb je eigenlijk vier opties. Je kan de landsdelen nemen, er zijn er vier van, maar dat is heel, heel breed. Je kan provincies nemen als aangrijpingspunt of centrumgemeente. En wij hebben gekozen voor provincies, omdat dat groot genoeg is. En omdat we brengen heel veel werkbezoeken, omdat we ook best zien dat Nederland is klein, maar het is ook wel heel verschillend. He, dus tussen die provincies bestaan hele grote verschillen. Jij noemde er al een paar. En het idee ook achter zo'n provinciaal fonds is dat de subsidiemogelijkheden die daar dan in zitten, dat die beter toegesneden kunnen worden op zo'n provincie. En dan in het brede terrein dus niet alleen musea. Dus als het goed is, gaat Overijssel evenveel kans maken op subsidiegelden als momenteel de Randstad. Dat heb ik heel duidelijk gelezen uit het rapport. Dank voor je vraag. Nog andere vragen, reacties? Hiervoor, Rakesh. Okay. Ik ben Marjolein Bronkhuis van het Nederlands Filmfestival. Met dank ook. Ik vind het wel een hele grote uitdaging om die zes fondsen in één groot cultuurfonds te brengen. En dat is me toch nog niet helemaal duidelijk wat daar dan de voordelen van zijn. En wat voor soort schaal je dan krijgt. En of er dan nog genoeg expertise bij iedereen zit om de verschillende disciplines te beoordelen. Ja, het zijn drie vragen. Dus ik ga proberen. Ik begin met de achterste. Dus het punt dat wij ook in het advies maken, dat maak ik hier ook. Binnen de fondsen zit heel veel kennis.
Dus kennis over de discipline, kennis over de in feite, in, jullie kennen de haarvaten van de sector, of van de deelsectoren. Dat moeten we vooral niet verliezen. Dus het idee is dat je als fonds dan wel opgaat in dat grote fonds, maar het is geen uitnodiging om dan te gaan bezuinigen of whatever. Wij denken wel dat het voordeel is, wat ik ook schetste, wat Wilbert ook over had, door die disciplinaire oriëntatie, onbedoeld, krijg je ook neveneffecten. En één daarvan is dat wat niet past in die discipline, het moeilijk heeft om aan financiering te komen. Dus daar moet je iets mee. En wij denken dat het makkelijker kan in één fonds. Wij denken ook dat er in één fonds, dat het makkelijker is om die administratieve, nou ja, ballast, hè, zoals het nu soms wordt ervaren, om dat ook beter te gaan stroomlijnen. Ook weer met respect voor subdisciplines, hè, want die hebben ook verschillende financieringsvormen. Dus dat zijn allemaal redenen, naast het feit dat je dus ervoor kan zorgen dat die provincies beter aan hun trekken komen om naar één fonds te gaan. En het is een gewaagd idee, dat weet ik ook, maar ja, een stelselherziening vraagt ook gewaagde ideeën. Ja, dat snap ik. Ja. Dank voor je vraag. Een laatste vraag nog, of opmerking, daar achterin. Dankjewel. Jantien Westerveld, Stichting Meer Muziek in de Klas. En met name ook vanuit het programma waar we mee bezig zijn, meer kunst en cultuur in scholen en omgeving. Ik zie voor me staan, na natuurlijk ook na de dank en een mooie toelichting vandaag, toegang tot cultuur. En ook in de eerste vragen werd er gezegd dat het echt voor iedereen toegankelijk moet zijn. Er is aangekaart dat daarvoor de stroomleiding tussen Rijk, provincie en gemeente essentieel is. Ik kan me heel goed voorstellen, alle respect, dat jullie dat natuurlijk niet allemaal in dit rapport kunnen doen. Wat raden jullie ons aan, wat vragen jullie aan ons als sector om toch dat alignment tussen deze drie soorten overheden tot stand te kunnen brengen? Want ik denk dat als we echt toegang willen tot cultuur voor iedereen, dat daarmee echt de eerste stap gezet moet worden. Ja, mooie vraag. En in het Frans zeggen we dan altijd frappé toujours. Ah, ja. Dus gewoon er blijven op aandringen, hè, op alle plekken waar je komt en werkt en een verhaal houdt, waarom dit belangrijk is, waarom dit nodig is. Dus dat is één deel van mijn antwoord. En het andere deel is, er wordt al geëxperimenteerd. Hè, dus kijk naar de plekken waar het goed gaat. Draag die uit, benoem die en kijk of je van daaruit verder kunt opschalen. Het is misschien geen antwoord zoals je wil, Jantien, maar het is in elk geval een begin, denk ik, van een beweging. En ook, en daarom hebben wij dit heel bewust neergezet als één van de vier elementen. Talenteducatie doet ertoe. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Zonder die brede basis krijg je geen top. Dank je wel. Ja. Dat is een heel mooi bruggetje naar het optreden talenteneducatie. Mag ik je hartelijk danken. Christel Balen. Ja. Ondertussen worden achter mij even de stoelen weggehaald, want het is tijd voor het optreden, het eerste optreden. En talenteneducatie is superbelangrijk. Nou, dat gebeurt hier in Brabant al met het talentontwikkelingsproject Plan Brabant, waar de Verkadefabriek al onderdeel van is, ik zei het al. En een van de talenten die daaraan verbonden is geweest, hè? Of nog steeds? Je gaat beginnen. Is Maxime Dreesen. We gaan kijken naar een deeltje uit zijn voorstelling Countersex Education. Maxime studeerde in 2019 af aan de Toneelacademie Maastricht als regisseur. En hun werk gaat over gender, seksualiteit en queer erotiek. En ja, Countersex Education is eigenlijk een voorstelling waarin alter ego taboe op zoek gaat, samen met het publiek, naar de grenzen van musical en alternatieve sekseducatie. We gaan kijken naar Countersex Education, een stukje daaruit. Hier is Maxime Dreesen. Hallo. Hey. Was al zeer interessant. Nu ben ik aan de beurt. Ik ben Taboeboe voor jullie vandaag. En ik ben eigenlijk wel benieuwd naar even iets anders dan
het nieuwe plan, wat ook heel interessant is. Maar als je je voorstelt welk diertje jij zou zijn als je een dier zou kunnen zijn, wat zou dat dan? Mag ik dan aan jou vragen? Welk dier schuilt er in u? Oké, okay, pantoffeldiertje, mooi. Heeft iemand anders nog een... ja? Een stokstaartje. Oh, dat is heel leuk. En weet je trouwens voor een pantoffeldiertje welk geluid dat die maakt? Nee. Oké. Okay. En nog iemand daar van achter misschien? Of van voor? Een vlinder en een? Een hertje, prachtig. Oké. Okay. Dus de volgende keer... Als je seks hebt met jezelf, of in groep, of met een ander gewoon, stel je dan eens voor dat je seks hebt zoals jouw diertje. Pantoffeldiertje, vlinder, stokstaartje. En stel je dan ook eens voor wat voor geluiden die maakt. En welke bewegingen. En hoe die klaarkomt. En of die überhaupt moet klaarkomen. En ik heb zo al heel veel leuke ervaringen gehad als kikker. Ik ben ook nog iets anders benieuwd. Misschien dat het wat privé is, maar ja, we gaan het toch vragen. Wie is er vandaag al klaargekomen? Iedereen die lacht, ja? Nee? Ik zie daar van achter een paar handen. Van voor niet zoveel. Oké, dan is dit lied voor de mensen die nog niet zijn klaargekomen. Any feeling can become a gasm. What can an orgasm mean to you? Soft heart, gentle, smooth rubbing, rough stroking, hitting, tickling. Activate your senses and enjoy the ride. Explore all areas you like. Go where you've never been before. Touch yourself, follow the openings, but don't come yet. Stay there, deepen the sensations, those lovely vibrations. Feel the tingling in your body, every feeling is erotic. Go look for the chasm in your grief. Baptize me with your holy water. I wanna drown in your calm saliva. As an energy we allow, not an action we perform. Why walk in straight lines if you can walk the queer way? There is no goal, just follow the openings, and any feeling can become a gasm. Why walk in straight lines if you can walk the queer way? Airgasm, teasegasm, griefgasm, pervigasm, minigasm, sparklegasm, wowiegasm, gasm, ooh gasm, oh my gasm, colorgasm, emogasms, no. Gasms at all. No gasms at all. Go look for the chasm in your pee. Baptize me with your golden shower. I wanna drown in your holes, getting lost in your home.
Maxime Drezen. Kijk, dat is het leuke, dat doet cultuur. Hè? Frappé toujours, zei je. Wie had nou gedacht dat hij vandaag op deze bijeenkomst naar zijn seksleven gevraagd zou worden? Absoluut. Hè? Ik heb nog anusstickers voor als iemand die wil. Ja, dan kunt u zo meteen langslopen om die op te rapen of ophalen bij Maxime. Ik laat ze gewoon even liggen. Ja, voor de, kunnen we er nog even aan genieten en we nemen ze zo mee. Ja, leuk uitzicht hier aan eens plaatjes. Dankjewel, Maxime. Ik zei het al, dit deel gaan we twee rondes panelgesprekken doen. En ik wil heel graag de eerste panelleden uitnodigen. Dat is allereerst de co-voorzitter van Kunsten 92, Anne Breuren. De gedeputeerde van, ja hoor, zet de tafeltjes maar neer. Gedeputeerde provincie Gelderland en bestuurder van het interprovinciaal overleg Peter Drent. En directeur Epitome, zeg ik het zo goed? Ja, Epitome, Entertainment en New School Rules, Henka Maduro. Hartelijk welkom, alle drie. Kom naar voren. De tafeltjes worden zo, het zijn hele hoge tafeltjes. Ja, geef ze even een applaus. Oké. Ja, Peter, als jij aan die kant dan zo een beetje met elkaar. Ja, dan heb je een glaasje water. Als jullie. Ja. Uit de losse pols. Welkom, alle drie. Jullie maken deel uit van de kunstwereld. Ik begin even bij jou, Anne. Je bent co-voorzitter van de belangenorganisatie Kunsten 92. Jullie vertegenwoordigen heel veel mensen. Oh ja, die microfoon, sorry, dat vergeet ik steeds. Ja, nee, niet onbelangrijk. Kijk eens, hier. Ja, en eentje. Ja, natuurlijk. Anders dan zijn jullie niet verstaanbaar. Jullie vertegenwoordigen een heel brede groep uit het culturele en creatieve veld. 420 leden hebben jullie van alle disciplines. Hè, dus dat is echt een heel divers publiek. Van wat jij net gehoord hebt uit het advies, waar zie jij vooral kansen voor jouw achterban? Ja, ook dank voor het advies en fantastisch dat het er ligt. Nu kunnen we daar ons ook toe gaan verhouden. Ik denk wij herkennen heel veel in de analyse zo, zeg maar veel onderdelen die we zelf ook hebben aangehaald. En ik kijk ook direct naar Henka, waar wij elkaar ook wel eerder en Peter ook over hebben gesproken. Dat gaat bijvoorbeeld over de kaderwet die net werd aangehaald, waar we zeiden, ja, die één overheid. We merken het nu ook, hè, met er werd net ook naar gerefereerd, het indienen en het schrijven van de aanvragen die nu volop speelt natuurlijk. Ook veel kijkers thuis, denk ik, die nog even vanaf achter hun bureau meekijken. Nou ja, zoiets als één overheid, dat merken we enorm dat daar een enorme kans ligt, hebben we het over gehad. Verschillende financiële instrumenten, hebben we ook veel voor gepleit. We vinden het ook een moedig advies om echt een keer te kijken, kunnen we echt naar dat bestel kijken, durven we daar ook echt een nieuw voorstel voor te doen? En tegelijkertijd brengt dat natuurlijk ook spannende vraagstukken met zich mee, maar dat is misschien de ja, volgende. Nou, wat is je eerste gevoel, wat is het spannendste vraagstuk bij wat jij nu hebt gehoord? Nou, ik denk zeg maar wat ik heel mooi vind en eigenlijk ook wat in het advies staat, dat het een prototype is. Dus dat we daar ook echt naar gaan kijken wat werkt. Want zoals ook al terugkwam uit de zaal en ook wel genoemd ook in het stukje wat wij hebben mogen lezen, is dat er ook veel goede dingen zijn en hoe maak je dan die beweging? Dus zo'n prototype spreekt dan wel direct aan om te kijken ook hoe gaan we dat testen en ook hoe betrekken we de sector daar ook in dit proces bij. Zodat we, nou ja, je haalde net onze 420 leden aan. Ja. En dat klinkt eigenlijk altijd nog klein, want we betrekken natuurlijk echt die hele sector waar we voor staan. En ook, nou ja, de makers werden bijvoorbeeld net genoemd. Dus hoe houden we ook in dit proces en in het scherpstellen dan van zo'n prototype, hoe betrek je daar al die lagen bij? De overheden, maar ook alle makers, alle instellingen, hoe maken we dan samen die beweging? Ja, ja, op die vraag gaan we helaas vandaag geen antwoord kunnen krijgen, maar dat is een van de belangrijke kwesties die voor ligt. Zeker, ja. Zeker. En het is de bedoeling om het ook samen te doen, heb ik begrepen. Peter, jij vertegenwoordigt de provincie Gelderland. Ik hoorde net al iemand ook namens de Gelderland, die zei het kan. Ja, beter. Dat is mijn rechterhand. Goed, ja, hè? Het kan beter in Gelderland, zei u. Jullie zullen, neem ik aan, verheugd zijn met het advies om echt regionale afdelingen te maken van dat fonds. En dus echt de focus meer te leggen op alle regio's die ook buiten, nou niet meer, ook de focus te leggen op de regio's buiten de Randstad. Daar zullen jullie blij mee zijn, neem ik aan. Ja, en ik wist dat je dit zou vragen en toch wil ik met wat anders beginnen. Oh. Het is een vrijdagmiddag en het rapport is gepresenteerd. En het voelt nu al gewoon als een ontzettend leuke middag. En waarom? Omdat we mogen nadenken om echt buiten de hokjes te kijken en buiten de lijntjes te kleuren, hoe we het gewoon goed kunnen doen voor gewoon het hele cultuurpalet in Nederland. En daar word ik al vrolijk van. En oh, daar goed. Ga ik naar je vraag. Ja. Ik ben niet
Ja, instemming. Positief. Ja, nee, daar word ik echt heel blij van. En ik wil ook heel graag aan de gang om te gaan proberen met elkaar. Volgens mij zit het veld er ook op te wachten. Die energie is er ook. En waarom ben ik nu blij met het rapport wat hier voor ligt? Niet omdat daar ook regionale fondsen in staan. Ja, uitdrukkelijk ook. Want ik was heel blij met wat ook gezegd werd, van onderaf ontwikkelt zich talent. En als die basis niet goed is, dan missen we uiteindelijk de toppen. Dat zou ik echt een verschraling vinden. Maar ik vind het vooral heel goed dat we met elkaar kijken, hoe zorg je dat iedereen kennis kan maken met cultuur. Want leven is echt veel meer dan alleen maar werken, eten en slapen. En juist in een samenleving zoals Nederland nu is, met toch dat er wel kampen ontstaan, kan juist cultuur een enorm belangrijke rol spelen. En dan maakt het niet uit of je in Amsterdam woont, of in Doetinchem, of in Warfenboven in Groningen. Maar je moet misschien wel net het even op een andere manier een accent leggen, of op een net iets andere manier aanbieden. En daar zie ik handvatten, daar zien de provincies handvatten om met elkaar aan de gang te gaan. En dat vind ik het mooie van. Fijn, de raad zal blij zijn met een positieve... We moeten niet vergeten dat het advies volgens mij ook zegt dat er rijksdingen zijn die absolute top betekenen. Er was ook een vraag over, we moeten ook internationaal onze rol blijven spelen. Dat hoort ook bij die talentontwikkeling. En daar ben ik best wel trots op wat hier voor ligt. Fijn, nou, dat kunnen jullie mooi in ontvangst nemen. Henka, jij vertegenwoordigt ook makers, meer de street art, hip-hop scene. Die heb ik voorbij horen komen als een van de genres waar nu ook echt aandacht voor moet komen. Hoe gaan de voorstellen de makers helpen, denk jij? Allereerst wil ik compliment geven aan hoe dit proces was ingericht. Want het is voor het eerst dat ik zeg maar echt zo'n beetje de hele maatschappij vertegenwoordigd heb gezien in een proces van het maken van een plan. En dat is best ingewikkeld, want als je al die verschillende mensen bij elkaar zet en toch maar één visie toe moet, is dat ingewikkeld. Ik vertegenwoordig denk meer dan alleen maar de hiphopmakers. Ik vertegenwoordig de autodidactenmakers op een bepaalde manier. Vooral in de muziek dan in ons geval. Kijk, voor ons is het heel belangrijk dat de amateurs en de professionals aan elkaar worden geschakeld. Want tot nu toe is het toch vaak zo geweest dat op een of andere manier er beleid wordt gemaakt voor de amateurs. En dat wordt dan altijd gezien als amateurs. En dan de professionals die hier ergens boven verkeren. Maar wat Christel net ook zei, niemand wordt een professional zonder dat ze als amateur zijn begonnen. En die doorlopende lijn, die is ontzettend belangrijk. In ons geval, het vertegenwoordigen van autodidactalent wordt op heel veel plekken niet eens herkend en erkend als professioneel bijvoorbeeld. Dus die zijn al heel lang hun geld aan het verdienen met hun vak, maar omdat ze niet via een kunstvakopleiding zijn gegaan, worden ze niet gezien als professional. Nou, op een aantal plekken is dat nu opgelost, maar op een aantal plekken ook niet. En het is eigenlijk heel belangrijk voor ons dat dat beleid en die visie van amateur naar de professional en eigenlijk door en dan eigenlijk naar internationaal. Want op heel veel gebieden, bijvoorbeeld op muziekproductie, doen we mee in heel de wereld op het gebied van Music of Black Origin. Om daar ook dat vast te pakken, dat te vieren, maar ook steeds te blijven mogelijk maken dat mensen zich ontwikkelen. En trouwens, het hoeft niet altijd. En mensen mogen ook gewoon met kunst en cultuur bezig zijn als hobby. Ja, dat hoeft is ook niet altijd prima. Professioneel te worden. Nee, het hoeft niet altijd. Ja. Het hoeft niet altijd ambities te hebben. Want het is, hoe mooi is het? Ik bedoel, hoe awkward was het net om in de zaal te zitten en dit te horen. En echt te denken van, oké, dit is echt niet iets waar ik het over wil gaan hebben met degene die naast mij zit. Of zo, nou is Maarten heel cool of zo. Maar weet je, dat doet kunst. Ja. Ik was laatst bij de bijeenkomst op Eurosonic. En toen was er ook een maker die ging iets componeren daar ter plekke. Iedereen was heel serieus en heel gedreven en heel gefocust. Totdat zij iets ging componeren. Dat deed ze dan met de eerste letters van mensen hun namen. En daar maakte ze compositie mee. En ineens was er ontspanning. Ineens was er eigenlijk vreugde. En ineens was er een hele openheid om echt een gesprek te voeren. En ik denk dat dat is wat kunst en cultuur doet. En als we dat blijven vertellen, ja, dan zijn we al een heel eind. Dankjewel. Anne, nog even aan jou. Dit is heel ingrijpend ook. Hè? Kan de sector dit aan, denk je? Kunnen we dit met z'n allen voor elkaar gaan krijgen? Nou, we hebben er gepleit als sector al lang, zeg maar, om echt te kijken naar dat bestel. En
ook dat echt te gaan herzien. En wat Henk net zei over dat proces dat we hebben gehad. Ja, wat mij betreft, en volgens mij wordt het ook zo geschetst, gaat dat door. Ja. Dus zijn we daar niet in één keer? Moeten we heel erg kijken, nou ja, bijstellend ook. Hoe ziet die weg eruit en wat nemen we dan mee? En volgens mij de 4 uitgangspunten die werden geschetst, die herken ik wel heel erg. En dat werd net eigenlijk ook even door Christiane aangehaald, zeg maar, dat er veel wordt herkend. De toegankelijkheid die net ook wordt geschetst is zo eentje. Nou, Peter, die jij ook aanhaalt. Dus als we die waarden in de hand houden en dan met die prototypen op weg gaan en daarin bij blijven stellen, dan kunnen we een heleboel als sector. Heb jij er vertrouwen in? Ja, dan heb je er vertrouwen in. Ja. Wil jij daar nog iets op zeggen? Ja, en ik denk dat het benadrukken van dat de kwaliteit van kunst en wat is kunst en wat is geen kunst en wat is hoge kunst en wat is lage kunst en degene die daarover gaan, om die zo breed mogelijk te blijven houden, waardoor daar echt andere kaders worden geschetst. Want nu is het best ingewikkeld soms om iemand die altijd op een bepaalde manier naar kunst heeft gekeken, die in een commissie zit, te overtuigen dat andere dingen ook kunst zijn. Alhoewel zij ze misschien niet als kunst ervaren. Ja, toch de dingen die jij nu als wensen uit, die hoor ik wel allemaal terug in het rapport. Dus ja, dat heeft... Maar dat klopt. Ik denk dat dat klopt, omdat jij zat ook in dat proces... Ik zat in het proces precies, sowieso. Jij zat mee met maar het designteam. Maar met mij zaten heel veel anderen in dat proces, die niet per se vanuit het traditionele kijken naar kunst en cultuur daar terecht zijn gekomen. En dus is het ook in het advies terechtkomen. En daarom zeg ik, dat is best wel knap. Want normaal gesproken zit je dan met een grote groep mensen en datgene wat dan het meest is vertegenwoordigd, komt dan ook het meeste voor. En dat is in dit geval niet gebeurd. Dat is doorbroken. En dat is heel interessant. Ja, ja. Zeker. Peter, aan jou het laatste woord. Wat is nou als gedeputeerde wat jij als eerste gaat doen om dit plan verder te helpen? Aan het werk, Peter. Nou ja, ja, heel concreet. Volgens mij ligt er één duidelijke handreiking die ik vanmiddag hoorde, is dat maandag we eigenlijk met elkaar aan tafel moeten gaan zitten om ook verder van het plan te komen tot hoe zou het moeten. Provincies zijn ook voorstander van om dit belangrijke aspect van leven ook goed te verankeren in de wet, ook voor provincies en gemeenten, zodat je ook ergens op kunt terugvallen. Dat hoort gewoon bij onze samenleving. Een ander punt, en dat is die roerige tijd waar onze DG het ook net over had. Ik maak mij wel zorgen dat hier een perspectief ligt waar wij met elkaar aan werken voor 2029. En de grootste financiers van cultuur zijn onze gemeenten. Daarna het Rijk en dan de provincies in de meeste gevallen. Ja, daar komt wel zo'n ravijnjaar aan, zo 2026, 2027. En mijn grootste zorg is, en dat vind ik wel voor gemeenten, provincies en het Rijk om met elkaar ook op te sturen, dat we niet in het zicht van de haven eigenlijk heel veel kwijtraken omdat het geld op is. En dat zou eigenlijk wel mijn grootste zorg zijn in het traject wat we nu gaan lopen, dat wil ik hier nog zeggen. Ja, en tot slot, een wijsheid uit de Achterhoek. Ja. Cultuur en kunstvormen die houden ons een spiegel voor om even uit de comfortzone te komen. Had ik ook net even. En een geweldige voorstelling, maar ik was er nooit over begonnen met mijn buurman. En volgens mij moeten we zo ook met het rapport omgaan. En als een Achterhoeker iets tegenkomt wat hij niet kent, dan moet je gewoon tegen elkaar zeggen, Volker, ben je te bangen. Ben je gewoon te bang om iets vooruit te stappen. En ik zou met elkaar willen oproepen, laten we de handen in elkaar slaan om te zorgen dat iedereen in Nederland gebruik kan maken van al die mooie dingen die we hebben op cultuur. Maar dat we ook zorgen dat over 30 jaar er voldoende makers zijn die ook dan die mooie dingen kunnen maken. Want dat vind ik misschien nog wel het allerbelangrijkste van toegang tot cultuur. Dankjewel. Sorry, ik moest er iets bij zeggen. Ik ben echt voorzichtig. Dankjewel. Mag ik jullie hartelijk danken voor jullie eerste reactie. Ja. Super. Ja, jij zegt het Achterhoek. Wat een Bonnie kent, dat fret hij niet, hè? Maar daar moeten we maar dus overheen. Wel, hoor. Precies. Over die angst heen, ook als je het niet kent. Ik wil graag de tweede ronde panelleden uitnodigen. En dat is allereerst Peter van den Bungen, we hoorden hem al even van de Kunstenbond. Ilko van der Linge, directeur van het Mondriaan Fonds. Martijn Paulen, directeur van Dutch Design Foundation. En Marcelle Hendricks, wethouder Tilburg en bestuurder van de VNG. En dan hebben we drie
microfoons, maar we hebben er nog één. Oh, jullie doen het samen. Ja, dat kan ook wel, dat kan ook wel. Ja, Martijn, ik wil eigenlijk even bij jou beginnen. Want jij hebt ook meegedacht in die design teams, hè, ja. In de aanloop. Ja. Met de methode design thinking. Jij weet dus wat er allemaal op tafel lag in die voorbeelden. Nou hoorden we al van Henka, er is veel doorgedrongen tot het uiteindelijke advies. Absoluut. Hoe kijk jij naar de uitkomsten uiteindelijk? Nou, eerst wil ik even aansluiten bij Henka. Ik heb, zoals ze dan in Brabant zeggen, in best wel veel clubskes gezeten in mijn leven. Maar dit waren 50 mensen. En als je echt kijkt naar een doorsnede van makers tot instellingen, van klein tot groot, van beleidsmakers tot financiers, allemaal verschillende achtergronden. En ik moet vooral zeggen, alleen al die groep bij elkaar was zo verschrikkelijk waardevol. Dus echt een groot compliment aan de samenstelling, alleen al van de groep, de zorg die daarin is gegaan. Ik heb er zelf heel erg veel van geleerd, van allerlei verschillende vormen van kunst. En ook inzichten die daaruit voortkomen. Dus dat vond ik ontzettend waardevol. Dus dat zegt al iets over het proces. Het tweede wat ik graag wil zeggen is, ik vind het heel verstandig, een ontwerp. Nou ben ik misschien een beetje bevooroordeeld, ja, een ontwerp, een proces. Design, ja. Maar dat zeg ik. En kijk, de tijd dat je een onderzoeksgroep het land in kon sturen, die maakte een analyse en vervolgens ging je met de 6 allerbeste experts nadenken in een ivoren toren en met beleid naar voren komen, bijna blauwdruk van en zo gaan we het doen in 2029. Ja, dat lijkt me een vrij onverstandige weg voorwaarts. Dat weten we ondertussen ook wel. Hè. Wie kon 5 jaar geleden voorspellen dat we corona zouden krijgen? Wie kon 3 jaar geleden een inval in Oekraïne voorspellen? De inflatie daarop volgde. Wie kon 2 jaar geleden, op Marleen Sticker na, voorspellen wat de rol van AI zou zijn? Onder andere ook in creatieve beroepen. De wereld verandert verschrikkelijk snel. Dus ik ben heel trots op die ontwerpende adaptieve aanpak. Ook de toekomst in. Dus dat we nu gaan prototyperen, dat we gaan kijken, oké, hier gaan we proberen een bepaald instrumentarium te ontwikkelen. Maar bereiken we dan die mensen ook? Heeft dat het gewenste effect? Oh nee, bijsturen. Weet je, maar we dwingen de overheid zo vaak in, je moet beleid maken en dat moet dan kloppen. En als het niet klopt, word je ook nog afgerekend en met pek en veer het land uitgejaagd. Ja, ik vind deze aanpak heel veel verstandiger. En daar wil ik vooral zeggen dat ik heel enthousiast ben op wat eruit is gekomen. Oké, okay, dankjewel. Marcel Hendricks, als vertegenwoordiger van de gemeente. Die kaderwet, dat betekent dat jullie, als het goed gaat, handvatten krijgen om echt te zeggen, en dit moet er komen en dit geld is geoormerkt. En daar snoepen we niks van af. Is dat iets waar je op verheugt om daarmee te gaan werken of hoe kijk je daarnaar? Nou, je noemt allerlei goede ingrediënten in ieder geval die daar dan in moeten zitten. Okay. Want je zei niet alleen de voorwaarden, maar ook de knaken, hè. Wij zeggen inmiddels bij de VNG best wel hard, we nemen graag taken, maar daar horen knaken bij. Ik wil toch ook eerst beginnen met de complimenten. Mag allemaal. En ook op het proces inderdaad, want wij hebben ons als gemeente in Nederland heel erg betrokken gevoeld. En het mooie was, en soms werkt dat zo in de tijd met mooie nieuwe innovaties, is dat de dingen tegelijkertijd gebeuren. Dus ook wij als gemeentes hebben vorig jaar al geconstateerd dat het eigenlijk idioot was dat we zo lang stil zijn geweest op het gebied van kunst en cultuur, terwijl wij de grootste financierder zijn. Dat we ons zo lang niet bemoeid hebben met het Rijksbeleid en met überhaupt een visie en mening hebben over wat kunst en cultuur kan betekenen voor elk van onze inwoners en dat het dus op een andere manier georganiseerd moet worden. Dus wat wij hebben gedaan, eigenlijk parallel aan het proces van Christel en het hele team, is dat wij ook met alle onze gemeentelijke partners, en een deel daarvan zit hier ook in de zaal, hebben gezegd, wat betekent dat dan voor gemeentes en wat kunnen we daarmee doen? Dus we hebben afgelopen maandag, helemaal onverwacht, zeg maar als een soort in de planning, hebben we een propositie uitgebracht waarin we zeggen, we hebben 10 aandachtspunten waarvan wij vinden dat we de komende tijd moeten doorwerken om te verankeren dat kunst en cultuur in feite in elke gemeente op een fatsoenlijke manier georganiseerd kan worden. En wat hebben we daar dan voor nodig? Nou, als je dan, ik heb nog slechts de samenvatting mogen lezen, maar dan word ik daar heel blij van. Want dan zie ik heel veel elementen terugkomen. Wat voor ons wel heel belangrijk is als gemeente, is dat we die verkenningsfase op die kaderwet heel serieus nemen. Omdat ik denk dat het niet alleen dat samenspel tussen die overheden, helemaal waar. Ik kan zo in de polonaise met Peter als het gaat over hoe we dat organiseren.
Maar dat vraagt nog heel veel meer. Dat vraagt namelijk ook nog iets anders. Is dat je niet alleen verticaal kijkt in wat die overheden met elkaar te doen hebben. Maar dat we, niet alleen met het departement van OCMW hierin te maken hebben. Maar bijvoorbeeld ook met VWS als het gaat om dat hele sociaal domein. Waarvan in dit advies ook staat dat kunst en cultuur veel meer kan betekenen. Dus ik verwacht opdrachtgeverschap op kunst en cultuur vanuit die andere departementen. Omdat ik denk van juist daar kun je de verbinding met elkaar. En ik vind het ook, dat zie je ook bij gemeentes. Hè. Ik ben ook wethouder cultuur in Tilburg. Ja, ik moet toch af en toe. Inmiddels komen ze wel bij me vragen. Wil je meedenken over de openbare ruimte? Maar als ik dan zeg, laat de projectbegroting maar zien. En wat staat daar dan voor? Is daarvoor geregeld? Ja, dan is dat eigenlijk bedroevend weinig. Nou, we hebben dat in Tilburg toevallig net weer voor elkaar gekregen. Maar dat moet je landelijk ook doen. Dus dat is een belangrijke. En daarnaast denk ik dat we ook eigenlijk de toegankelijkheid voor onze inwoners. Die gaat niet alleen inderdaad over de instellingen en de prestaties. Maar het gaat ook over de cultuur, educatie en de ontwikkeling. En dat is onderwijs. Dus laten we ook in die verkenningsfase kijken van hoe kunnen andere partners die heel wezenlijk zijn. En dan gaat het niet alleen over cultuur, educatie in het regulier onderwijs, maar wat mij betreft ook over de kunstvakopleidingen. Dus ik vind het heel belangrijk dat je dat hele veld hierin ook meeneemt om het te doen. Oké, dankjewel. Je hebt alles in één keer helemaal verteld. Heel fijn. Ja, Ilko van der Linge. Iedereen is natuurlijk jubelend, maar ik kan me zo voorstellen als directeur van het Mondriaanfonds dat jullie wel even moeten slikken. Hoe kijken jullie tegen dat voornemen aan om er één fonds van te maken? Nou ja, slikker. Ik denk dat het altijd heel goed is om de zoveel tijd bij jezelf af te vragen, waartoe ben ik op aard? En wij zijn een middel en geen doel. Dus het is geen taboe om te zeggen, we mogen ook in een andere vorm verder. En ook een enkel fonds is in die zin ook geen taboe. Ik vind het ook heel goed dat we in zo'n proces zijn ingestapt om met z'n allen die vraag te stellen. En ik vind het ook heel goed van de raad zelf. Dat ze ook zichzelf erin hebben meegenomen en gezegd hebben van, nou, wij willen daar ook een scheiding in gaan aanbrengen. Zitten we in of buiten het bestel, gaan we erover of kijken we ernaar. En ik vind het ook heel goed dat we dat voor onszelf gaan doen. Ik herken ook heel veel van de analyse. Ik vind het ook heel goed dat we gaan kijken, kan cultuur, educatie een stevige plek krijgen? Ik begrijp ook heel goed die basis, dat die heel goed op orde moet zijn. Hoe we de verschillende bestuurlijke lagen beter met elkaar verband brengen. Wij zijn ook al heel lang bezig met interdisciplinariteit, hoe dat een plek kan krijgen. Hoe de regio beter bedienen. Dit is ongeveer alle punten die in ons aankomend beleidsplan staan. En die ook in 1 februari naar buiten komt. Dus dat is allemaal niet voor niks en dat herkennen we ook heel erg. Ja, maar ik hoor hem maar. Ik hoor toch wel een maar aankomen. En logisch. Maar ik ben er benieuwd naar. Nee, maar ik vind het heel goed als het echt tot iets beters leidt. En soms loop ik ook wel tegen wat vraagtekens aan. Ik denk, ja, gaat dit nou de oplossing worden voor de problemen die geschetst zijn? En ik moest op een gegeven moment bij het lezen van de samenvatting, want ik heb ook het rapport nog niet gelezen hoor, ook wel een beetje denken aan mijn Deense collega's, die hebben één fonds. Daar zit ik zo af en toe mee aan tafel. Die zijn altijd heel jaloers hoe snel wij kunnen acteren. En die zeggen, ja, wij zitten in een heel groot lomp fonds waar alles door elkaar zit en al die verschillende disciplines met elkaar aan het vechten zijn. Ja, ik hoop wel dat de raad goed gaat nadenken. Hoe gaat het dan allemaal een plek krijgen? Dat we niet dat krijgen. Dat het niet meer bureaucratie wordt. Ja. Dat er ook daadwerkelijk, dat er datgene wat je beoogt ook echt daadwerkelijk gehaald gaat worden. Ja, dus bureaucratie ligt op de loer. En dat is een vrees. En daar moet, dat is jullie zorg. Daar moet serieus naar gekeken worden. Hoe zorg je dat je niet meer bureaucratie optuigt? En aanvullend ook, want ik begrijp ook de behoefte aan interdisciplinariteit. Dat zie je ook terug in het rapport. Dat is een soort heilige graal voor ons allemaal. Tegelijkertijd moeten we ook geld verdelen. En dat moet je altijd doen binnen bepaalde kaders. En kaders zorgen voor schotten. Het is niet zo dat fondsen zorgen voor schotten. Het is ook gewoon de culturele infrastructuur die zorgt voor schotten. En je moet het geld zodanig verdelen dat je kunt uitleggen waarom je het de een wel hebt gegeven en de ander niet. Dat moet je dan met elkaar kunnen vergelijken. Ik hoop dat we heel goed gaan kijken naar de soort juridische basis. Niet omdat we alles willen juridificeren, maar je wil ook echt goed omgaan met gelijkwaardigheid. Dat iedereen goed ten opzichte van elkaar gewogen wordt. Dat is een beetje wat wij bij het Mondriaanfonds continu doen. Continu afwegen van, nou, zijn we eerlijk en wordt iedereen op gelijkwaardige manier behandeld. Dat is lastig in een heel fluïde systeem.
En ik zie ook terug dat aan de ene kant gezegd wordt, ja, het moet een heel fluïde systeem worden waar alles ten opzichte van elkaar gewogen kan worden. En tegelijkertijd, alle disciplines moeten heel goed met discipline, kennis en binnen de context beoordeeld worden. Dus daar zie jij nog een lastig punt. Ik zie nog wel een uitdaging. Ja, precies, een uitdaging. Dat is beter, beter formuleerd uitdaging. Maar ik vind het heel goed dat we het gesprek gaan gaan. En ik hoop wel dat we het gesprek ook doorzetten op zo'n manier dat we uitkomen bij iets wat beter is. Niet noodzakelijk iets wat, nou ja, waar we later spijt van gaan krijgen. Zeker in de tijd dat we nu in zitten. Ja, ik kan me niet voorstellen dat iemand daar tegen is, inderdaad, om het beter te maken. Peter, ik kom bij jou. Jij bent van jij vertegenwoordigt de makers. We hoorden net al even een zorg daarover, hè, als vakbond. In hoeverre denk jij, of wat pik jij uit de voorstellen waarvan jij denkt, dit gaat het beter maken voor de makers? Heb jij iets gehoord en wat dan? Dat heb ik zeker gehoord. Ik denk dat dit stelsel heel veel meer kansen biedt. En met name ook aan makers en individueel werkenden, dat het toch vaak lastiger is als je niet georganiseerd bent in een discipline om dan toegang te bieden. Dus in die zin is dit heel goed, een opener kans. Je merkt het enthousiasme, iedereen ziet ook altijd kansen, maar mijn zorg zit ook een beetje van zonder extra middelen, het klinkt flauw, maar het is wel zo van dan gaan we van schotten naar plafonds. En dat hele enthousiasme waarmee dat advies gedragen wordt, wordt straks heel pijnlijk als iedereen zijn hoofd stoot tegen dat plafond, wat toch veel lager blijkt te liggen dan mensen nu verwachten. En de opmerking werd al gemaakt in de zaal, ook door Christel werd al aangegeven, dit is een afbakening tot de BIS, de Rijkscultuurbegroting eigenlijk. En wat je mist hierin is kunstenaarsbeleid. We zijn hier met dit advies, de valkuil is dat we denken dat we nu een omvattend advies hebben en dat is niet zo. Dat werd al terecht opgemerkt ook door provincies en gemeentes, dat we breder moeten kijken. Onderwijs genoemd, VWS werd genoemd. De bonus is natuurlijk dat we vooral hebben nu over de maatschappelijke weerwaarde, maar ontoezeggelijk ligt denk ik een kracht van de culturele sector ook, dat het een motor is achter ons toekomstig verdienvermogen. Dus daar liggen ook heel veel economische kansen. En tegelijkertijd moeten we ook zorgen dat dat kunstenaarsbeleid echt vorm krijgt. We hebben allemaal oog voor makers. Je ziet ook dat de druk op de Rijkscultuurbegroting en gemeentelijke begroting alleen maar toegenomen is door VRP. En dat komt voor een belangrijk deel ook omdat flankerend beleid jarenlange bezuiniging is weggevallen. Fantastisch makersperspectief bestond allang natuurlijk in bijvoorbeeld de vorm van een effectieve regeling zoals de WWIC. Nou, daar kun je ontzettend veel makers mee helpen. Maar dat vraagt ook om interdepartementaal denken. Dus niet alleen kijken naar de relatie met mede-overheden. Maar de minister van Cultuur zal ook op pad moeten. En gewoon breed draagvlak moeten vinden binnen het kabinet. En als cultuur van iedereen is, ja, dan is het ook van alle ministeries. En tegelijkertijd denk ik wel sector gewoon ook best zo zelfbewust mogen zijn dat wij dat eigenaarschap, want van iedereen is ook van niemand, maar dat we als sector gewoon dat eigenaarschap van cultuur goed bewaken. Ja, ja, dat sluit aan op wat jij zegt. Ik ben heel blij dat jij dat zegt, Peter. Het sluit aan bij wat ik net zei. En dat laat ook zien, en dat is dan toch ook een reactie op wat jij net zei, Christian, dat ik denk juist dat het wel heel belangrijk is dat we maandag beginnen, zoals Peter zei. Dus dat we ook, en ik snap dat een ministerie goed moet lezen, na moet denken en in een bepaalde politieke periode, maar ik zou ons met elkaar willen oproepen en in ieder geval vanuit de gemeentes en ik weet ook vanuit het IPO, gaan wij dat in ieder geval inzetten. Wij gaan hiermee maandag aan de slag. Wij willen hierover praten, we willen dat nu voorbereiden in de komende tijd, juist omdat we die verkenning zo belangrijk vinden en omdat we weten dat er heel veel support in de samenleving zit. Als je het eigenlijk met die brede blik, zoals de Raad voor Cultuur dat nu heeft beschreven, dan zitten de fans en de supporters in veel meer hoeken dan wij denken. Dus laten we niet bang zijn en laten we vooruit gaan en beginnen met werken eraan. Oké, dankjewel. Ja, niet bang zijn. Dan kom de keer toch weer terug. Martijn, wil jij nog even reageren op wat je net hebt genoemd? Jij zegt, we moeten vooral door op die manier zoals we het gedaan hebben, design thinking. Er zijn ook wel twijfels over, hè, als het zo allemaal fluïde wordt. Ik weet niet of dat precies ligt in de totstandkoming of de design thinking methode. Maar hoe zie jij dat? Nou, kan dat een gevaar zijn dus van deze brede? Op zich in de aanpak de whole system al in the room was, om maar even die term te gebruiken. Dus heel veel partijen hebben daar al op meegekeken. Waar ik eigenlijk op aan wil haken is die veel meer fans die er zijn. Hè. Wij
Cultuur wordt denk ik door velen nog steeds beleefd als een soort elitaire gedachteoefening van enkelen voor de happy few. Terwijl wat Peter net ook zei, weet je, het gaat echt over iedereen. Het gaat over hoe we met elkaar omgaan. Het gaat over waar we van dromen. Het gaat over wat we oké vinden, wat we niet oké vinden. En hoe we op dit moment met elkaar omgaan. Ja, volgens mij is cultuur harder nodig dan ooit. Maar het is ook van iedereen. Dus die haarvaten, ik denk dat we dat nog veel helderder moeten maken. En dat we daarmee dus inderdaad ook echt die support nog veel beter kunnen regelen. Dus daarom ben ik heel blij met wat er ligt als het gaat over die toegankelijkheid. Want ik denk als veel meer mensen begrijpen, helemaal wacht even, als ik ga zingen met mensen of als ik carnaval vier van mijn pad, dat barst hier ergens in het zuiden straks los. Of als we, zijn allemaal onderdelen van cultuur. En ik denk dat als mensen dat goed begrijpen, dat er veel meer support is, daar ben ik het helemaal mee eens, dan dat wij nu denken. Ja, en nog even Peter, het werd net al de Port de Drenthe ook aangestipt. Hoe zie jij het in het licht van de komende jaren, in het licht van de politieke situatie op dit moment? Nou, ik denk dat je daar voorbij moet kijken. Politiek is niet voor bange mensen, maar ook niet voor bange burgers. Dus we moeten niet te veel kijken naar de waan van de dag en de politieke rel die toch echt incident na incident is. Maar gewoon de horizon verder vooruit durven kijken. En ik denk dat het belang, tuurlijk politiek kleurt accenten, maar het belang van cultuur is breed in de samenleving. En dat moeten we ook uitdragen en verder kijken dan een incidentele samenstelling van een kamer of kabinetten komen en gaan, maar cultuur blijft altijd. Ja, en toch, hè, want weet je, het thema als bestaanszekerheid en kansengelijkheid is zo'n essentieel element in dit rapport. Dat is op dit moment ook zo'n essentieel element in de politiek. Door bij wijze van spreken iedereen gedragen. Soms kan je nog met elkaar over in gesprek gaan, hoe gaan we dat dan doen? Maar weet je, dit is één van de antwoorden op die opgave. Dus laten we hem ook in die breedte oppakken en kijken van, en soms moet je ook faceren daarin, hè, wat eerst en wat dan daarna. Dus nou, daar is juist zo'n aanpak met design thinking ook heel werkend bij. Dus gewoon maandag, hup, aan de slag. Ja. Maandag aan de slag. Wil jij er nog iets aan toevoegen? Of, Ik hoop dat die 200 miljoen erbij komt. En dan, ja. dan wordt het natuurlijk één groot feest. En dan hoop ik ook dat we kunnen gaan kijken, hoe gaan we die 200 miljoen het best besteden. Maar ik ben ook bang dat we met een scenario moeten werken waar die 200 miljoen er niet bij komt. Het is ook nog 200 miljoen structureel. Hè? Als je nu kijkt wat er in de... Fijn dat Peter heel positief kijkt naar de toekomst. Maar we zitten met partijen die ze aan het formeren zijn, die er niet 200 miljoen per jaar bij willen doen. Dus ik hoop ook dat we naar gaan kijken, gaat dit een systeem worden wat we uit kunnen rollen zonder dat er iets kapot gemaakt wordt of zonder dat we iets het water weggooien met de baby erbij? Ja, nee, dat is natuurlijk altijd een zorg en dat weten we niet. Maar het lijkt me inderdaad niet de juiste insteek van een raad van cultuur om al bij voorbaat te anticiperen op geld dat je misschien niet krijgt. Dit is de insteek en als ik het goed beluister aan van alle panelleden, dan is er genoeg zin om de schouders hieronder te zetten en met elkaar dit een stap verder te helpen en dan maandag daarmee te beginnen. Ja. Mag ik, wil jij nog een laatste woord? Ja. Ik denk dat dat prototype ook dwingt om het concreet te maken. En dan kom je dus allerlei vraagstukken tegen, ook van bestaanszekerheid. Ik bedoel, je kunt in Den Haag praten over hervorming van de arbeidsmarkt en dan kom je tegen dat de helft van de culturele sector en creatieve sector ZZP'ers zijn. Dus op allerlei vlakken komen wij het kabinet tegen en komen ze ons tegen. En dat prototype is denk ik een ideaal manier om dat gesprek ook goed op gang te houden en te voeren. Oké, en frappé toujours, hè? Blijf aan de poorten rammelen. Hartelijk dank voor jullie bijdrage allemaal. Geef ze een applaus. We zijn bijna aan het eind gekomen van het programma. Natuurlijk hebben we nog iets van cultuur voor jullie om het af te sluiten. Maar eerst even... alsnog jullie attenderen op het feit dat je kan vragen, reageren als je dat rapport of de brochure of de flyer gelezen hebt op dat mailadres nieuwbestel@cultuur.nl. En dat geldt natuurlijk zeker voor de mensen ook die de livestream volgen. Zometeen is er straks tot 17:30 hier in de Serre een borrel. Kan je gezellig ook nog met elkaar praten, meteen alvast de agenda strekken voor maandag, dinsdag of woensdag om afspraken te maken. En dan hebben wij nog een mooie dansact voor jullie op het programma. En jullie gaan kijken naar Arjuna Vermeulen. Op zijn 13e vond hij zijn roeping na zijn eerste breakdance les. Ja, ik moet ook even plaatsmaken, want het kleed moet ook weg, hè? Want we moeten er even een dansvloer van maken.
breakdance les en toen wist hij, dit wil ik doen in mijn leven, ik wil gaan dansen. Hij is medeoprichter van de dansorganisatie en multidisciplinair cultureel centrum Cypher HQ. Dat is het kloppende hart van de hiphopcultuur hier in Brabant. Hij is ook verbonden met dat talentontwikkelprogramma Plan Brabant. En hij is hier vandaag met twee leden van zijn breakdance crew Cypher Active, waar hij artistiek leider van is. De dans... zaal is klaar. Ben je er klaar voor? Ik ga ze aankondigen. Hier is Arjuna Vermeulen met zijn mededansers Jeffrey Hoofds en Lorena Valenzuela. Thank you.
Geweldig. Dank jullie wel. Ja, gaat het met je rug? Cypher Active. En dat niet eens op een officiële balletzaal, hè? Want deze veert niet mee. Oké, okay, ja, hij was wel hard. Oké, okay. We zijn aan het einde gekomen van de presentatie. Jullie krijgen bij de uitgang allemaal het rapport uitgereikt en de brochure. Neem de tijd om het te lezen. Voor nu, dank voor jullie aandacht en heb een vruchtbare borrel in de serre.